Hey, what up, Dims? Goed, man. Gaat het lekker? Ja. Ja, gaat zijn gang, weet je. Gaat zijn gang, weet je. Hey, maar ik had een vraag. Je bent al lang bezig. Je hebt veel gezien. Big man! je hebt veel gezien, ja. Veel meegemaakt, veel geleerd. Maar als je kijkt naar vandaag de dag met internet, je bent nu met je eigen album heb je nu gereleased. Veelal via internet heb je veel kunnen bereiken. Wat is zeg maar hetgene wat het meest wordt onderschat door artiesten, de kracht van internet, dat vergeten ze vaak. Waar laten ze steken vallen? De meesten laten steken vallen gewoon door dat ze niet genoeg kennis of genoeg research. Omdat heel veel ervan uitgaan, heel veel onderschatten bijvoorbeeld dat streaming ook weer geld oplevert. Streaming. Ja, dus praat je over zoals een Pandora of een Last.fm. Ja, ja, ja. Streaming, elke keer wanneer jouw song wordt gedraaid, ja. Dat levert ook geld op. Ah, ja. Dus ze onderschatten dat er meerdere manieren zijn om inkomsten te genereren. Mm-hmm. Naast natuurlijk de kracht van alle social network sites die zijn, om die fans te bereiken. Waar zouden ze die kennis kunnen vinden? Wat zou een goede manier? Het internet is één grote openbare bibliotheek. Ik bedoel, gebruik wat steekwoorden, doe digitale muziekmarketing of digital music marketing. En je gaat genoeg vinden. Oké. Hoe gaat het nu trouwens met je eigen muziek nu? Ik ben nu bezig met het album. De EP was goed opgepikt. Ja. En ik heb ook alleen maar gebruik gemaakt van digitale distributie. Ja, helemaal independent via zo. TuneCore. Ja. Hard man, hard. Ja. Wat waren de sales op iTunes en zo? Sales weet ik. Ik heb sowieso had ik de eerste twee maanden had ik denk een stuk of 400-500 singles verkocht. Oké, nice. En albums heel weinig. Ja? Ja, dat geeft ook aan van dat het kopersgedrag tegenwoordig ook veranderd is. Oké. Want mensen kopen meer singles nu. Ja, meer gewoon nummers. Gewoon een nummer pas meer kort. Ja, iedereen heeft zo zijn eigen smaak. Dus ik heb meer singles verkocht dan het album zelf. Dus dat geeft ook al aan van dat je ook daar je ook moet aanpassen. Dat als je een album uitbrengt, dat het met iets extra's komt. Want anders hebben mensen geen reden om te kopen. Of je gaat beleving zijn. Ze gaan meer losse tracks. Losse tracks. Kom. Oké, dan. Hey, cool man. Thanks voor de tips, ouwe. Oké, man.